Hopla. Even kijken waar je naartoe moet, naar de sleutel. Nee, je moet toch eerst een garage. Hek al. Ja, dat is al een sleutel, Matthijs. Garage. Nou ja, je hebt je eigen garage, je opslaggarage, zou ik maar zeggen. Ja. Waar je trucks en je trailers kan brengen. Oké. Okay. En dan de garage op zich is natuurlijk een sleuteltje om te verbouwen. Mijn trailer staat in Duitsland. Ik ga hem verkopen met trailer en ik ga hem eerder in aanschaffen. Zo, let's go. Een rijen. Ik heb gelost. Oops. Welke truck ga je aankomen? Ik weet het niet, ik moet eens even rondkijken. Ik kan vol een Messenger snel. Ja, jij. Maar ja, ik wil wel eens een keer een ander merk anders proberen. Ja. Ja, eigenlijk ook. Maar ja, dan. Oh. Maar waarom moet je altijd met hetzelfde zijn? Je hebt allerlei merken die allemaal goed zijn. Herenold. Ah, dat wil ik wel een keer doen, hoor. Ah, nee. Nou weet je niet. Nu moet ik niet wel. Ik ben ook de geen Berenold. Maar ja, maar 2 as Berenold. Je hebt geen 3 as. Nee, daar is niet zo grote van, zeker. Nee. Bij mensen dus wel. Pak ik geen weer man-man. Een man. Aha. Maar één. Ah, man uit de wal is gonden. Mercedes. Dan Mercedes. Kan je even? Scania is hetzelfde model dan Mercedes. Ik vind dan nog man nog beter. Ik zit met wat uit ervan maakt. Get ready to turn right. Oh, dus hier zit je bij de Renault garage. Turn right. Ivo, het is dat goeie? Zo, ik ga hem hier zo neerzetten. Nee, Ivo heeft ook allemaal kleine, daar. Hier hebben we in ieder geval ruimte te parkeren. Nee, daar heb ik allemaal kleine. Ik ga een man koe. Oké. En dan ga ik hem al weg doen. Ik ga minder doen. Je kent toch geen chauffeur inhuren om erop te rijden? Ja, je kunt me gewoon houden en dan een chauffeur erop zetten. Dat kan zeker. Of ik ga deze uitbreiden. Dat kan ik ook doen. Dat kan ook. Geweldig! Kijk eens, heb je weer de punten verdiend? Yep. Niet echt veel, maar goed. Even eerst repareren. Oh, dat is niet zoveel bijzonders. Oh, maar ik heb... Hé! Een man? Heb ik meer pk? Ja. Ik ben even aan kijken wat ik nu eigenlijk heb. Voor perkeurs. Ik heb nu 640 pk. We hebben de andere kant op. Als ik deze pak, heb ik meer. Nee, ik sta in Brussel. Hij heeft niet goed gedaan, hè? Direct, ja. Ik sta nu echt in Brussel. Ik zit even te kijken hoe ik kan zien hoeveel motorinhoud ik heb. Of motorinhoud, hoeveel brandstof. Kaart. Oh, brandstof, ja. Ja, ik sta in Brussel. Dat wordt de hele weekend, de hele week naar Holland rijden. Ja, maar dan kun je je vrachtwagen ook verkopen. En maar als je hem koopt, kun je hem ook neerzetten daar. Maar ik koop hem, ik zet hem daar. Ik zeg, ik ga hem besturen. En hij wordt verplaatst naar Brussel. Oh. Dat is raar. En mijn man... Mijn ander staat daar. En ik zeg, ik wil hem besturen. Staat hij ook in Brussel? Oké. Heb jij geen geen plek ergens anders, Matthijs? Geen garage? Wel. Oh. Bij je verhuis zelf, constant. Nu staat die ander daar.
gaan verhuizen. Bijvoorbeeld op hetzelfde plekje. Die man er naartoe. Zo, dan heb ik een vraagje naar boven, naar boven toe. Ben jullie daar ook? Oké. En die komt steeds dichterbij. Juist. Ik probeer een vrachtwagen te tunen. Maar dat is ook nog niet alles. Nee. Ja, het gaat erin naar Jendri. Oké. Ziet er niet uit. Ik kan even zo mijn kleur aan. Ja, die kleur die kan ik ook niet meer pakken die ik voorheen had. Oh. Nee, is het ook niet helemaal. Wat is die nou toch? Niet opgeslagen. De kleurstellingen wel, maar de... De striping die we hadden, die kan ik niet even terugvinden. Oh, ja, dat wordt lastig, ja. Volgens mij staat die niet ertussen op dit moment. Nee. Ik ga een contender lader kopen. Ik ga wel een... Ik heb wel een zware vrachtwagen nou. En wat meer assen eronder. Alleen niet... Maar jij bent gepimpt. Ja, ik heb hem gepimpt. Dat vind ik ook wel goed. En als ik dan geluk heb, blijf ik wel staan waar ik nu sta. Ja. Ja, ik ben dom. Nou ja, dat zeg ik niet. Wie zegt dat? Ik? Nee. Dan nu, ik sta weer op mijn terugplek. Ja, dat kan gebeuren, Matthijs. Dat is echt pech hebben. Ja. Yeah. Zo ja, ik ga veranderen. Ik vind dit wel een fijne vrachtwagen, dus ik blijf hier lekker mee rijden. Oké. Okay. Misschien nog wat langer maken, maar... Ja, dat kan altijd natuurlijk. Tender creëren aanschaffen. Ja, dat wordt de volgende, Matthijs. Ja, ik kan nu met toch in Brussel. Ik kan toch betere contender creëren aanschaffen. Ja, dat moet je zelf weten, maar altijd natuurlijk. Ja. Hallo. Helemaal in elkaar gezet, ik ga hem kopen. Ik ga in Brussel laten komen, anders... Ja. Oh, oké. Voor de rest ga ik er niet veel aan veranderen, het is goed zo. Bevestig. Ree maar, ja, ik ga wel achterkomen dus. Stuur wel de laatste bestemming in Discord, waarin je in de staan. Ja, oké. Okay. Dan kom ik naar daar met mijn... Naar een truc. Gaan we mijn truc gaan open. Nog even een kleine aanpassing doen. En dan? Ik kan alleen maar naar Spanje rijden, vanaf hier.
Zo. Ik heb eventjes alles een klein beetje getuned. Beetje sterker gemaakt. Ja, en met de kleuren die het nu zijn doe ik het gewoon even mee. Ik ga eens kijken waar het naartoe kan. Ik kan naar boven. Maar ik kan naar boven komen, maar het probleem is, ik zet het dan direct. Ja, hoe moet het zijn? Ja, zeg het maar. Ah, ik zit net tussen de... tussen de landen in Duitsland, Polen en Tsjechië. Maar net in Polen. Oké. Okay. Ik ben... Dus ik ben naar boven aan het rijden, naar die kant van jullie op zitten. En welke plek ga je naartoe? Kozin of zoiets. Kozin. Ik zit nu... K-O-S-Z-A-L-I-N. K-O-S. Nee, daar kan ik niet naartoe. Even kijken of ik het zo kan vinden. Ik weet die container ding is niet zo gedaan als handig. Oké. Alles wordt in een container ingestoken, maar het in dezelfde vrachten dan in een trailer. Ja. En waar ligt het ongeveer? Dat kost nog wat. Dat ligt, even vrachtwagen stil, dat ligt. Tegen de... Welke rode container heb je? Oh, mijn vriend, welke... Oh, ik heb een rode container. Je kunt even niet plaatsen. Je kunt even niet plaatsen, oh. Ja, ik kan ook niet echt direct vinden van hoe of wat. Dus in ieder geval in de lijn van Hamburg. Hamburg, waar ligt die dan weer? Ja, boven in Duitsland. Oh ja, oké, okay, Hamburg heb ik hier. En als je dan die lijn naar... Krosshof? Waar wij zaten? Of staan? Ja, en dan is het eigenlijk, even kijken, schuin naar boven. Bij Krosshof. Oh, zit je in Kosalin? Kosalin, ja. Kosalin, oké. Okay. Daar moet ik naartoe. 13 uur reden. Kosalin. Ah, ik had ook proberen. Of je pakt die daar ook bij... Ik heb een plaatsje net lager, is Nobelgard. Ja, dat zie ik ook, ja. Nou ja, daar kan ik zo naartoe rijden. Daar heb ik zelf twee vrachten voor. Ja, dat is goed. Dan doe je dat, doen jullie dat toch? Ja, dat doe ik alleen, want Matthijs staat in Thuishaven. Oh ja, dat is waar, ja. Dus wat dat betreft... Oh. Iedereen is nu opgesplitst. Ik ga dan wel richting noorden, ook jouw kant op. Oké, okay. Afgesproken. Maar ik ga een dieplader kopen. Als ik daar weer in een dorpje ben, in Pool. En dan kun je dan gewoon aankopen om daar. Dat moet je allemaal zelf weten hoe je dat doet. Want ik heb hier die dieplader in Keulen gekocht. Ja. En ik had hem... Laten verhuizen naar Keulen en koppelen hem aan in Keulen zelf en ik verhuisde het niet. Oké. Okay. Dus, en dan zit ik ook al een levels verder en toch kan ik eindelijk een grote dieplader. We gaan bekijken joh, maakt allemaal niet uit joh. En nu ga ik heel mijn truc en get ready to alles turn right. Weer. En nee! Turn right. Die lijnen kunnen er niet op, om mijn truc. Nee, bij mij ook niet. Keep right. Ik heb nu keurig mat zwart gedaan. Oh. Dan kan ik zwart doen, niet? Safe and sound. Ja, ik kan niks anders. Ik krijg er niks anders op. Kan ook iets anders.
Hey, ik word zurig. Oh, maar ik kan wel twee trompetten aan de zeekant doen. Pet, hè? Luchthorens bedoel je? Trompetten. Nee, je luchthorens. In België doen ze trompetteren. Ach. Ik ga alweer een naambordje Matthijs aan. Nee. Wat nou deze? Nee, die. Hop. Zo, ik ga laden. Voor de verandering weer iets anders. Juist. Ja. Arie, niet meer diep laden? Jawel, jawel, jawel. Voorlopig nog wel. Oh, het is heel slim bekeken. Je moet helemaal aan de andere kant ertussen wringen. Oh, hoe zei je? Oh. Oh nee. Oh nee. En, nou ja, we gaan proberen. Wie niet waagt, die niet wint. Wie niet scheidt, die niet stinkt. Precies. Dat nog nooit gehoord om heel mijn leven begon. Zijn er Nederlandse uitdrukkingen, Matthijs? Ja, want daar leer ik niet van buiten. Nee. Maar de map die komt zo bij mij wel ook wel een beetje vrijgespeeld te worden. Ja, je krijgt meer ruimte erin. Ja. De wegen worden een beetje geel. Ja, is ook wel lekker. Waarom worden de heel weer heel? Nou. Omdat er overheen rijdt? Ja. Oh. Even nog een keer steken, jeppie. Weet de wiel eronder steken. Van naar ons school. Met de wiel. Ik hoef nog maar 5 uur te rijden, joh. Oh, ik moet nog gaan laden, dus. Hopla. En wij gaan laden. En wat gaat u laden? In een graafmachine. Oh, graafmachine. Graafmachine? Okay. Misschien, ja. Here we go. De graaf nou niet, hoor. Oh. Zo, 2 betekent naam. Graaf en een machine. Ja. Dat wel natuurlijk. Ja, precies. Ik graaf en ik heb een machine. Of ik graaf misschien. Ja. Ik graaf bij hem een graafmachine. Misschien? Misschien. Misschien wel, misschien niet. Misschien wel, misschien niet. Oké, okay, ik ga de weg weer op en ik probeer te kijken waar ik terechtkom. Om 2 uur rijden. Oh, dan ben jij er eerder als ik. Ja, dat blijkt. Nou ja, dan ben ik nog niet zo ver als jij bent, hè? Nee, dat is waar. Dan moet nog een plek omhoog. En dat is ook nog eens een keer 2 uur, dus we zitten toch wel dicht bij elkaar straks. Ja, ja. Nou, let's try. Je kunt er gewoon een Discord zetten, maar in de planting is het een dwaal. Dan kom ik nog door. Hij stopt daar. Nee. Oh, ik wou zeggen. Maar een beetje gas geeft bij de zo, joh. En dan exit right. Dan kring nog naar ergens anders, zie. Ja, maar ja. Ja, dat moet je niet doen. Dat doe ik ook. Dat weet je niet. Exit right. Zo, dat is heel de andere kant op. Dan moet je dadelijk Polen nog een keer helemaal door. Ja, maar dat was het eerste richting Polen. En anders was het allemaal richting Italië, Wotover en... Laat maar, dat is de verkeerde kant op. Maar je hebt toch wel wat in Duitsland gehad? En Duitsland had ik geen. Nou, dat gebeurt zelden of nooit als je dat niet hebt. Ja. Maar ja, goed, het is niet anders. Dus ik ga toch liever doen naar... Ja, echt groot gelijk. Dus anders doe het niks, hè? Anders is het ook niet leuk. Anders reed ik toch weg.
Ja. Ja, daar gaat hij dan. Yes, ben je on tour? Ah ja hoor, Arut. 10 kilometer. Maar nog 100 kilometer. Nou. Ja, die heeft er zin in, die rijdt lekker door. Heb ik nu een rotte tank? Zo'n rotte man? Weet ik niet of jij een grotere tank hebt. Ja, die kun je niet apart selecteren ofzo, hè? Nee. Is het zo? Ja, dat weet ik niet, joh. Maar ik heb nu wel een tank achter de cabine hangen. En die zijn meestal wel groter. Ja. Yeah. Oh, ik kan deze 600 kilometer heen. Kijk eens. Hoef je helemaal niet meer te tanken straks. Nee, precies. Eén keer volgooien en je kunt rijden. Maar je kunt dan nog toch goed kunnen lezen, de bordcomputer van man? Ja, ik kan het niet lezen hoor. Ik ook niet, ik kan ook geen bordcomputers lezen. Heel bazig. Ja, het is heel moeilijk te lezen. Dat komt nog wel eens. Ja, wel heel rap naar 100. Ja, je rijdt lekker door, hè. Goeie wagensje. Een hele ruime cabine. Keep right. En mijn staat al bekend, hè. Ik heb eigenlijk niks veranderd aan mijn cabine, enkel de buitenkant. Ook alleen maar 100, zo. Minder. Ik haal 4 meter naar je erin. Je kijk maar, wat je ervan terecht maakt. Ik ga gelijk even tanken, want nu heb ik een pomp voor mijn neus. Dus kijk hoeveel ik erin kwijt kan. Weet wat ik doe met verschiet. Nou, vol blaffen. Die net mijn oom toe. En je nog een piepje. Piep, piep. Piep, piep. Ik heb er nu 612 liter in zitten. Er zat nog een kwart in, dus is 1000 liter kan erin. Nou, dat is niet gek. Nee. Oh, ik kan een eerste stuk weg helemaal rein. Naar Polen. Van België naar Polen. Ja, dat kan makkelijk. Ik heb dan nog 200 kilometer over. Mooi. Ja, ik moet nog een uurtje en dan ben ik er alweer. Op een tussenstop. Ik heb nog 11 uur en 40 minuten. Oké. Okay. Keep left. Ik zag gisteren een stukje van Jacco's Wereld te kijken. Oh ja? Die had even een ritje van 1200 kilometer. Oh, lekker. Dat heb ik ook wel eens gedaan, ja. Dan ben je een poosje onderweg. Met een mannetje 5-6. Ah, gezellig. Gezellige boel. Ja. Met dezelfde lading? Dat weet ik niet of ze dezelfde lading hadden. Volgens mij wel. Dat doen ze meestal wel wel, hè? Ja, die zijn ook getraind daarin natuurlijk, die mannen. Keep right. Oh, niet alleen mannen. Nee, oké. Okay. Er zaten ook vrouwen bij dit keer. Ja, dat geloof ik ook wel. Ook een broer. Noem maar Rietje. Maar dat zullen wel allemaal vrienden van hem zijn. Ja, meestal wel. Met dezelfde truc of niet? Je kan wel meerijden met ze. En bij ze aansluiten, maar als, ja. als je niet genoeg op de map rijdt, dan word je er gewoon vanaf gedonderd. Klopt. Niet genoeg speelt. Nee, precies. Ja, je moet wel genoeg tussendoor spelen, anders dan doe je niks. Nee,
Maar truckersboek is dat dan? Ja, nog wel, ja. Ja, truckersboek, daar hou je stop in de gaten en als je te weinig doet, dan ga je eraf. Ja. Maar ja, dan is er een flinke club hoor, die het allemaal in de gaten houdt. Ja. Niet denken dat Jacco het allemaal zelf doet, hè? Nee, nee, zeker niet. Dan moet ik mijn ontslag nemen, Beender. Nou, ik heb die regels niet. Want ik heb maar een truckersboek maar voor één bedrijf verreden. Dat maakt toch niet uit? Dan moet ik mijn ontslag nemen en naar Runder gaan. Ja, dat kun je doen, maar wat heb je eraan? Niks. Nog 733 kilometer, ik zie nu al buur. Alleen terrein. Ik heb regen en nog 4 kilometer, 7 kilometer. Regen? Ik heb zon. Hier hebben ze de weg opgebroken, stel je slimme rikken. ik heb ook wel eens gehad dat ik ergens af moest, dat de politie me afgezet had de weg. Oh ja. Ja, wat dan moest je, zo'n jongen. Nou, dan ga ik er gewoon voorbij. Ja, gewoon over de vluchtstrook kun je best nog langs, hè? Ja, precies. Ja, maar je kunt ook soms het er je niet voorbij gaan. Later. De politie zet dat niet af voor gewoon niet. Dan is er een ongeval of iets gebeurd, hè? Ja, dat klopt. Ja, maar ja, dat maakt niet uit. Oei, ik heb een... We hebben in smalle wegen gezet om het toch iets leuker te maken met een rit. Het moet 17 uur zijn. Ja, en als je nou op de gewone route zet, op de snelste? Op de kortste zaak. Zou het niet een klein beetje schelen? We are finished. We are finished. Ga niet aan de beste op de kortste. Even zien, waar moet ik wezen? Op de kortste 10 uur, dat is het wel een uur, hè? Nee, dat gaat niet. Is te krap genomen, joh. Even zien. Eerst een stukje terug. Ben je nou alweer? Kom maar 707 kilometer nummer 1. En normaal moest ik nog 760 op de kortste route. Dat is wel goed. 60 kilometer chill. Oh, mijn plaats staat wel aangegeven hier in het dorp. Oh. Waar moet ik lossen? Oh, helemaal daar. Daar. Ach, heb ik gelukkig net een goede kant op gestuurd. Oh. Ik zit al in Duitsland. Hey, weer een lantaarn, Paul. Het is echt heel krap hier, oh. Man. en heb je nog zo'n lekkere pieplaaien erachter hangen? Ja, die stuur gelukkig heel goed mee. Heel kijk. Maar, zie je me als in de goede richting te krijgen af en toe? Ja. Maar eigenlijk, je hebt toch zo'n bakje voor hem te kunnen verzetten? Maar zo lang? Nou, zit hier niet op, hoor. Ja, in het echt, ja. Dan kun je het laat draaien nou. Ja, dan kun je assen van achteren, je stuurassen kun je andersom zetten dan nodig is. Juist. Ja, ik vind het wel heel draaien. Maar, ik ben er. Nu even achteruit het vakje in. Dat is ook nog een plus. Nou. Maar een beetje kan sturen aan het rad, dan kom je heel lent. Dat sowieso. Ping. Wie kan de beste
Ja, we rijden heel vaak samen, dus we weten niet hoe het zit. Hopla, weer wat verdiend.